Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. Over dit en dat, Toys ten plaats, man wie pad. Hey Puk! Hallo papa. Ga je naar school? Ja. Ja. Ik word een Adonis jongen. Volgend jaar koop ik mijn gele speedo. Daar zijn geen ge... In mijn eentje, in mijn twee persoons, in mijn eentje, maar ik vuil me. In mijn eentje, maar ik vuil me. In mijn eentje, maar ik vuil me Noorderlijn. Dit is Winsum. En in Winsum woont Alje van Bolhuis. En Alje en zijn vriend Johan, die gaan een programma voor ons maken. Leuk hè? Man op pad gaat dat heten. Dit is het huis van Alje. En hij heeft ook al een tuentje gemaakt. Die wil ik graag even beluisteren. Ga je mee Wim? Gaan we naar Alje. Wim. Kijk. Ik heb niet mijn dikke korters. We doen Wim in een hokje apart, goed? Ja. Nee, hier blijven. Zo. Gaat alles hier goed? Nou. Nee, hey. Johan, jong. Rob, jong. Hey, mooi. Hier ook. Ik dacht, ik ga maar meteen los. Ja. We gaan hier even zitten, denk ik, hè? Want die hebben anders de korters. Koffie. De korters in Toezen. Koffie ermee, dus. Oh ja. Zo. Nou, de tune is kloor, hè, Johan? Ja, het is wat kloor, ja, maar. Het zal niet benijden. Is toch wel wat dus? Ja. Maar kijk eens even. Dat ken al, maar ja. Maar ik heb een foutje op, maar ik zeg ik wel. Dat foutje dan? Met een oppaard. Biepaard dus. Om mannen erop af van boven. Ja, ik denk dat we. Nee, ik vind mannen oppaard had ik steeds in de kop. Maar het is op zijn gunners is natuurlijk man biepaard. Ja, en ik heb oppaard op dat ding zelfs. Ja, mannen oppaard. Of ik moet in mijn pas het oppaard worden. Ja, dat ken ook. Nou, dat is veel te overleg straks. Maar ik dacht, ik bestel gewoon. Kijk, als je een gesprek had met die mensen, een kootje afgeven, is ook zo aanwoord als het zo. Nee, ja, hartstikke goud. Wat jij goud van die? Dus dat bestel, ik heb 400 besteld. Nee, echt hoor? Ja. Ik zal met mijn trekjes komen. Ja. Ik met man op paard. Man op paard en man biepa. Ik ben zo nieuwsgierig. Hallo, op fiets, wie gaat neus maar achterop. Ik was altijd wel op plek, was nog nooit best wist. Ik gewoon genieten, maar lust voor oog en oor. En elke zijn al grandioos dat groen is. Man biedt pad, rood en zwart. Over dit en dat, luist in plat. Man biedt pad. Nou, dat is hem. Johan, wat is het? Ik vind dat... Dat is toch geweldig als je dat kent, man. Ja, tuurlijk. Ik ken haar. Zeg wel, man bij pad. Man bij pad. Man bij pad. Pad. We doen man bij pad. Het wordt man bij pad. Het is besloten. Het zesde maar bij koortje. Nou, je kunt een origineel koortje zeggen. Johan en al je streep, maar ook het ding deur in mogen gaan bij pad. Maar je bent toch bij pad? Ja, dat klopt. Ja. Maar verder... Johan, heb bedoeld. Man op pad. Man op pad. Ja, man bij pad. Nou, jullie zijn al op Albipaard West, hè? Ja. Hebben jullie leuke dingen getroffen al? Ja, wat hebben zij? Die groot Wetsingen, Gavert, Eisen, toch? Begroofploos. Je moet ook begroofploos zeggen. Het Hof van Obergum. Ja. Prachtige oude begroofploos. En daar heb ik al een keer eerder Arend, normaal waar ik niet uit mijn naam natuurlijk, maar Arend troffen. En dat is een van de grote betrokken. Herstellers door, met een half team van Oetkerk ben ze bezig om dat hele begroofplotje door op te knapen. Daar liep mijn opa en opa trouwens ook. En mijn moe gaat er ook in. En oh, graf kocht. Die hebben al een plekje kocht? Ja. Jullie zijn een beetje buiten voor je zo'n beetje de provincie of iets wandelen. Ja, die kan gewoon in de Roros neus achterna. Ja, leuk. En ben jullie alle fun? Hoe kennen jullie elkaar? Ja, we kennen elkaar van Jorre wat leven. Ja, het is ook dat is toen hij studeerde. Ja. Ja, en wie hem zo'n voetbalt, Joren.
Dus ja, nou dat is allemaal weer, dat kreeg wel eens voor nog een periode weer op nieuw leven blozen. Ja. En bovendien met wie beiden, bio, zoals ze dat noemen. En nou dus bij pad, mooie, prachtige kaas. Ja, en we hebben alle zomer al op pad geweest, over het Hoge Land. En dit al meer dan 2000 kilometer fietst? Ja, nooit meer. Prachtig. Verveelt ja, nooit. Nou, nou gooit de hele provincie met je met jou meekijken. Ja. Dat is leuk toch? Ja, ja, hartstikke mooi. Ik verheug me er verschrikkelijk op. Wie ook. Ja? Ja. Ja, maar je hebt al op duur, dus dat gaat deur. Ja, ik ben al bezig met de beelden, we zetten alles over. Hartstikke dan wordt het monteerd. Nou, dan hebben we binnenkort man bij pad. Hartstikke mooi. Man bij pad. Yes! Hoi. Hopla! Gooi weer bij pad, jongens. Ik hoop ik bij pad. Ja, zeker. En kijk waar we tegen komen weer. Het is hier weer. Mooi weer, zo kan zeggen. Ja, het is schitterend weer. Was eens kijken. Ja. Uitvalsbasis Winsum. Winsum via Belangweer. De deur uit richting stad of gaan we het of gaan we als weer richting zon. Ik kan overal hebben. Wie gaan mosje achter zon aan. En in elk geval achter ons neus aan. Zo is het. Ik zeg jongens, maak er een mooie dag van. Jongen, we zijn binnenkort weer hè? Is goud. Mooi. Mooi. Doe. Man wie pad. Is toch hartstikke leuk man. Mooie kiels. Sorry, wat zeg jij? Ja, ik ben een vlogger. Hoe heet het kanaal? Grandioos Groningen. Dat ga ik vergeten. Ga je toch niet vergeten? Ja. Grandioos Groningen, ga je toch niet vergeten? Kun jij dat onthouden? Nee. Hij is een beetje zenuwachtig. Ja, ze vinden het heel erg. Hebben jullie pauze van school? Nee, tussenuur. Een tussenuur? Welke school zitten jullie? Terra. Op Terra, jullie hebben elk jaar zo'n hele leuke dag met zo'n beestenmarkt of zo. Huisdierenshow. Ja. De, hoe heet dat nog maar? Huisdierenshow. Ja, de huisdierenshow, ja. Oh, wat heb jij met je hand, joh? Ik heb mijn vinger gebroken. Je vinger gebroken? Ja. Hoe breekt iemand zijn vinger? Nou, gewoon als iemand er tegenaan trapt. Ja, dan breekt die. Wie schrapt daar tegenaan dan? Iemand anders. Waarom? Weet ik niet, zo hadden ruzie. Het was een ongeluk. Ja, twee jongens hadden achter mij ruzie en toen trapte de ene tegen de andere aan. Ik niet achter me gaan staan. Jij stond hier dichtbij een ruzie eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Je werd slachtoffer van een ruzie waar je zelf helemaal niet bij betrokken was? Nee, ja, ik vind het wel grappig. Goh, en in het gips? Nee, verband. Hoe lang moet die? Mag ik zelf weten. Oh? Wanneer het de zwelling een beetje is weggetrokken en zo. Goh, wat lastig. Ja. Wat hebben jullie nog voor les vanmiddag? Nederlands. Ja. Ja. En studieles. En studieles. Ja. Ja, en dan zijn we vrij. Nou, ik laat jullie gauw weer vrij, jongens. Dankjewel. Grandioos Groningen, hè? Niet vergeten. Wanneer komt deze online? Vrijdag. Vrijdagmiddag. Gaan we kijken. Okay. Dat moet je echt doen. Grandioos ja, Groningen. Ik ga wel reageren met... ik heet Anne en dan reageer ik wel. Er is ook een app. Een app? Ja. Oh. Ik ga hem naar haar toe sturen. Wacht even hoor. Wilt u hem typen? Ja. Hou ik uw hond wel vast. Ik heb zelf ook een hond. Stop. Ja, ik heb zelf ook een hond. Zo. Ga ik ook abonneren? Is dit uw team? Zo. Nou, dank u wel. De heren zijn ook vloggers. Hallo. Die hond. Hebben jullie al ooit zulke oude vloggers gezien? Nee, daarom moet ik zo'n op de foto. Ja? Ja? Is hij echt een vlogger? Ja. Nee, heb ik nog haar op de kop. Kijk maar naar. Ja, ik kan weer niet. Leuk, hè? Dit is de raarste. Vloggen is voor alle leeftijden, meisjes. Ja, als mijn opa gaat vloggen, raad ik het hem af. Als je opa gaat vloggen, raad je het hem af? Ja. Oh, jij bent keihard. Je opa vraagt nou, je niet. Doei. Doei. Nou, dat is jullie voorland, jongen. Dit is het. Vloggers. Onze jonge vloggers straks. Geweldig. Wimpy. Kun je het vinden, jongen? Ga je weer mee? Het is koud, jongen. Die hond blijft me zoeken. Kom, we moeten erop uit. Die kan op. Kom maar. Hey Puk. Hallo, papa. Ga je naar school? Ja. Doe, lieverd. Doei. Doeg. Veel plezier. Dank je wel. Ja, daar gaat Puk. Naar school weer. Kom, wij gaan ook weg. Wat gestroopt vind ik mooi. Weet je hoe laat het is, meneer?
Nou, ongeveer. Het zal 9:10 zijn ongeveer. Ga je natuur opnemen? Wat zegt u? Ga je natuur opnemen? Nou, een beetje ook. Ik zag daar hele grote paddenstoelen daar. Paddenstoelen? Ja, hele grote witte. Daar. Oh, waar gaat u heen? Ik ga naar mijn vriendin. Koffie drinken? Ja. Oh, wat gezellig. Ja, toch? Nou, fijne dag, hè? Ja. Paddenstoelen, verderop. Nou, dan gaan we even kijken. Zo, nou, Alje en Johan gaan op pad. En dat is nieuw. En toen dacht ik, dan ga ik ook wat nieuws doen. Niet helemaal, maar een beetje. Dus morgen. Dag allemaal. We gaan naar school. Die erachter, een mooie school. En ik loop hier in het Stadspark. En ik loop hier omdat ik op weg ben naar 420, de sportschool. Heb je misschien eerder al wel wat van gezien? Zie ik nou die paddenstoel? Nee. En nou, je merkt, ik ben wat buiten adem, ben ik sowieso snel. Dus volgende week zal ik alles vertellen over het afgelopen half jaar, mijn gezondheid, veel gebeurd. Maar ik dacht, ik moet even in de revisie. En dat ga ik doen. Ik ga helemaal splinternieuw worden. Wat dacht je daarvan? Want conditie is ruk. Spierkracht is ruk. Nou ja, er moet een hoop bij mij gebeuren. Alles gaat een beetje hangen. Nou ja, ik dacht de komende tijd kan Rob mooi in de revisie. Want inmiddels gaat het langzamerhand weer wat beter. Nog wel onderzoek en zo. Maar langzamerhand krabbel ik op. En als je nou ongeveer van mijn leeftijd bent, zo nou, na 50 zeg maar, dan is het waarschijnlijk heel herkenbaar. Ben je dat nou niet, dan is dit je voorland. Volgende week meer. Nu gaan we eerst even naar de sportschool. Dan heb je alvast een voorproefje. Want sinds een paar weken doe ik dat. En dat bracht mij op het idee van, nou, Mulder, opstaan, kop schudden, geen gouden oer. En nou in jaren ook splinternieuw worden. Dus hou je vast. Hou vol, jongen. Sorry. Hou je vol. Zet hem op. Ja, nou, of ik dat nog ooit kan, dat weet ik niet. Maar ik moet er in ieder geval voor zorgen dat ik niet meer uit elkaar val. Want dat is nu een beetje aan de hand. Goh, leuk. Ouder worden. Ja, het is natuurlijk heel voorrecht. Er zijn ook heel veel mensen die het niet halen. Toch? Kom op. Kop te vuur. Ik heb geen paddenstoel gezien trouwens. Nou, daar zijn we dan. Kleine stapjes vuur uit. Hoe ging het? Het ging heel goed. Echt waar? Ja, zeker. Hoe lang doe je het al? Dit was nog maar mijn tweede keer, dus nog maar net. Ja. Ja, ik ook nog maar net. Oh, nou, hoe bevalt het? Ja, heel goed. Ja. Ja, hè? Ja, en gewoon in de kleren, dat is ook geweldig. Ja, door naar het werk. Nou, zet hem op. Werk ze, hoi. Kijk eens. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen nog. Goedemorgen. Deze week. Nou. Wat zeg jij? Alweer een week verder. Nou man. En ik ben er nu helemaal heen gelopen zonder pijn in de rug. Gewoon niks. Nee. Ja, top. Ja, we zijn goed bezig. Hoe kan dat dan? Ja, die. Kijk waar die mevrouw op zit. Ja? Die zorgt ervoor volgens mij dat ik in de onderrug ga steken. Ja, dat klopt. Dat heb je goed. De laatste. Dat heb je goed. En dat is een oefening die geeft tijdens de oefening het gevoel alsof je pijn in de rug krijgt. Ja. En daar moet je even doorheen. En dat zorgt ervoor dat bij heel veel mensen na verloop van tijd rugklachten afnemen. Ja, onvoorstelbaar. Dus het is een beetje angstig. Hou maar vast. Als je bekend bent met rugklachten, maar ga het maar doen. Ja. Want we begeleiden dat goed. En, ik verheug me er eigenlijk al. Want dan denk ik van nou, als dat alleen al sterk wordt, de rest wordt ook sterker. Ja. Ik word een Adonis, jongen. Volgend jaar koop ik mijn gele Speedo. Daar zijn geen... gele Speedo. Er zijn geen garanties voor het wel of niet Adonis worden. Gele Speedo, ja, daar ga ik verder niks over zeggen. Dus jij gaat mij afbeelden vandaag? Ja, ik ga je afbeelden. Je hebt zelfs een zwart blouseje erbij aangedaan. Daarom. Oh, dit wordt een zwarte dag. Daar gaan we. Ja. Gaat ie? Ja. Denk niet mensen van, waar gaat dat langzaam? Dan stel geen zaak voor. Nou, dan zeg ik, kom je maar eens zitten. Blijf duwen. Zo, ik dacht hij valt flauw. Gaat het? Ja,
Ja, nu wel weer. Tjonge. Was deze zwaarder dan de vorige keer? Nee. Nee, echt niet? Nee. Oh. Nou, ik ben wel klaar, geloof ik. Nee. Oh. Je wordt nooit mishandeld of zo? Door iemand? En die kunt dat natuurlijk niet meer. Ik ben een keer met de dood bedreigd. Oh ja? Ja, het was op een lekpres. Ik zei tegen mevrouw nog een keer. Ik vermoord je, zei ze. Echt waar. Ik zei, dan heb jij straks de kracht niet meer voor. Nee! Tuig! Oh, verschrikkelijk. Rob, je moet in het programma natuurlijk niet te vaak zeggen dat het verschrikkelijk is. Nee, het is heerlijk. Zo. Nou, die heb je verdiend, Rob. Zo. Wat zwaar deze keer, man. Ja. Ja. Ene keer is nou, het ook, ja. Ene keer voelt het wat zwaarder als de andere keer. Maar ook al train je een jaar bij ons, of 5 jaar, het blijft zwaar. Daar zorgen wij ervoor. Ja. En daar zit de winst. Zo. Nou, dat was hem dan. Dat is zo zwaar, zo gek, hè? Maar ja, het is goed. Ik merk ook al resultaat na een paar weken al. Dus dat is goed nieuws. Ik heb mijn appje aangezet. Dan kan ik even zien hoe ver het is naar huis. Ik schat 3 kilometer, maar ik weet niet zeker. 3 heen, 3 terug, dat zou mooi zijn, hè? 6 kilometer. En dan nog wat meer gaan wandelen. Nou ja, ik heb alle tijd. Ik dacht bij mezelf, als ik hier nou eens een jaartje over doe. Nou, dan ben ik volgend jaar een Adonis. Dan herken je mij niet meer. Dan ben ik een topatleet. Een stuk mooier. Nou ja, ik ben al geweldig, prachtig. Toch? Volgende week. Alles over de geschiedenis. Het afgelopen half jaar. Dan snap je ook een beetje waarom ik als een oude man loop te hiken. Het instorten is begonnen, maar het opkrabbelen ook. Dus, Robin de revisie. Ik heb er nou al zin aan. Tot volgende week. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me. Noorderland.